Ik ben Björn van Poeken, ik ben de kapitein van de Crystal Ship. En eigenlijk ook de curator van het kunstenfestival, de Crystal Ship. En ik ga hier binnenkort meer dan 25 grote kunstprojecten organiseren in de Oostendse binnenstad. Ja, er zijn 25 kunstenaars op het festival, 20 buitenlandse internationale kunstenaars. Die komen in principe van heinde en ver over de hele wereld naar Oostende gevlogen. Dat is best wel een grote organisatie om dat allemaal op een goede manier te laten verlopen. Ik krijg heel wat vragen natuurlijk van kunstenaars die nu op dit moment in het buitenland zitten. Van, hebben jullie die materialen? Kan ik met zo'n ontwerp verder werken? Ja, als we in de straten lopen van Belgische steden, dan valt mij vooral op dat de primaire kleur die we vaak zien, dat grijs is. En ik ben blij dat we met het festival echt wat meer kleur en creativiteit in de steden kunnen organiseren. Als ik ergens in de stad ben, ik zie overal opportuniteiten om kunstprojecten te organiseren. Een beetje een beroepsmisvorming, denk ik. Ik ben echt verheugd te horen dat ik het kunstenfestival in principe hier een vaste stek krijg, een vaste haven. Dus het schip mogen we hier om de twee jaar een keer aanmeren hier in Oostende.